is ook hier in te slapen. Ja, hier zie je hoe groot die speen is vergeleken met haar gezichtje. Het is een mega speen. Jongens, dit wordt nu toch wel het momentje dat we de speen officieel in de envelop gaan doen. Papa, kijk! Wat vind je hiervan? Vind je die mooi? Doe maar de speen geven. Dankjewel. Helemaal goed hoor. Wauw, dus dit was de laatste keer dat ze de speen had. En Pippi ligt in haar bed en ze heeft nog geen enkele keer gevraagd om haar speen. Oh. Ja, oh. En nu dus wel. Mijn naam is Ramon. Dit is Pip en wij zijn de pakketjes. Vandaag een nieuwe Pips vlogje. Want wat gaan we vandaag doen, Pip? Ze heeft nog geen idee. Kijk, dit is haar speentje. Deze. En die gaan we vanaf straks gaan we die wegdoen. Het is nu middag. Ze is vanmorgen naar schooltje toe geweest. En dat gaat nu hartstikke goed trouwens voor de mensen die het willen weten. In het begin was het een beetje lastig. Ze vond het een beetje moeilijk om te spelen met andere kinderen. Maar nu gaat het goed. En we zouden eigenlijk al eerder het speentje weg gaan doen. Maar Pip die was ziek geworden. En ze was veel huilerig. En eigenlijk nu nog wel een beetje, maar wel een stuk minder nu. Dus we hadden besloten dat ze de speen nog even ietsje langer mocht houden. Wel hebben we voor degene die goed heeft opgelet, ze heeft nu een gewone speen. Terwijl die andere speen die ze hadden was een ziekenhuisspeen. Dan zal ik zo even uitleggen wat het verschil is eigenlijk tussen. Nu gaat ze slapen, dus de laatste keer dat ze gaat slapen met deze speen. En daarna gaan we naar de speelgoedwinkel, want als zij deze nou aan de speelgoedwinkel geeft, misschien kennen jullie het van de vlog van Sam, dan mag zij daar een cadeau voor uitkiezen. Ja, ben je ook aan het praten? Ja, ik ben papa. Hier hebben we Pip. Zijn we vriendjes van elkaar? Kijk, ze is nou bezig met de speen om de voeten heen te krullen. Ja, dat kan ook. Ook. Lekker teen aan je speen. We gaan nu hopen dat ze wil slapen. Ga je slapen, Pip, of niet? Ja. Papa. Ja. Wow. Wow. Hey, Pip, ga je nu even slapen, of niet? Nee. Ga je nu slapen? Nee. Ga je slapen? Nee. Ga je slapen? En daarna gaan we naar de speelgoedwinkel. Woehoe. En natuurlijk jouw lievelingsknuffeltje. En Dikkie Dik. Wat rusten, Dikkie Dik. Wat rusten, lievelingsknuffeltje. Doei. Pip die ligt nu lekker op bed. Het is de laatste keer dat ze dus gaat slapen met haar speentje. Maar zoals ik al zei, kijk, ze heeft nu zo'n soort speentje. Dit is zeg maar de normale speen zoals jullie die kennen. Pip had echter zo'n speentje. Dus ook even deze pakje, hier zit nog koortje aan. En dit is een ziekenhuisspeen. Waarom was een ziekenhuisspeen? Toen Pip nog in de buik zat, toen sloeg haar hartje af en toe over. Daar kwamen ze achter, weet je wel. Er worden echo's gemaakt en er wordt gecontroleerd hoe het met de baby gaat. En haar hartje sloeg af en toe over. Er moest wel op gelet worden, maar het was niet gelijk dat er iets aan de hand was. En ze hoopte dat als zij geboren werd, dat het hartje vanaf dat moment eigenlijk gewoon stabiel goed zou kloppen. Maar dat gebeurde niet. Dus zij moest in het ziekenhuis blijven. Ze moest aan de monitors gehouden worden om te kijken wat haar hartje ging doen. En dan krijg je zo'n speentje. En dit is een speciaal ziekenhuisspeentje. Die weegt de helft lichter dan zulke speentjes. Dus ze zijn wat lichter, wat makkelijker. Daarnaast is hij zo gemaakt dat het niet in de knoei komt met de slangetjes en andere apparatuur die aangesloten moet worden aan het kindje. En eigenlijk heeft ze op dat moment alleen maar deze speentjes gehad. Nou, dat koordje kennen jullie ook wel. Die had ze altijd bij, dus zodat ze niet het speentje kon kwijtraken. Nu hebben we wel zo'n speentje gegeven, want wij merkten dat haar tandjes steeds schever begonnen te groeien. En zoals je ziet is het tuutje van de ziekenhuisspeen veel smaller en kleiner dan die van een normale speen. Dus wat gebeurde daar? Tandjes gaan, hoe vaak je de speen in hebt, de tandjes gaan helemaal vormen naar dat speentje. Groeit wel weer recht, maar daardoor hadden ze van, we gaan nu alvast dit speentje doen. En daar was ik niet heel erg blij mee nu, maar af en toe deed ze wel in de mond, af en toe niet. Dus ik hoop dat het nu ook makkelijker is dat ze speentje nu wegdoet en dat ze er minder moeite mee heeft. Ik heb hier wat foto's van toen Pip net geboren was. Kijk, hier is ze helemaal mooi ingepakt. En kijk, hier zie je dus dat Pip het speentje heeft. Nog niet heel goed. We gaan even verder. We hebben hier nog foto's. Nou, hier komen ze er volgens mij net uit. Want ze kent niet heel erg vrolijk. Kijk, hier is ook hier in te slapen. Ja, hier zie je hoe groot die speen is vergeleken met haar gezichtje. Het is een mega speen. Nou, zoals je ziet waren Jess en Sam gelijk hele trotse grote broers. Ze waren echt heel blij met de geboorte van Pip. Oké, hier kijkt Sam helemaal blij. Maar dan zie je dus hoe groot die speen eigenlijk was. Nou, we gaan even wachten tot Pip wakker wordt en dan gaan we naar de speelgoedwinkel. Nou, het is tijd om Pip wakker te maken.
Kijk, daar gaan we. Heb je lekker geslapen? Ja? Ga je mee naar beneden toe? Neem een speentje mee. Heb je nog gedroomd? Ja. Waarover? Koud. Over dat je het koud hebt? Ja, dat snap ik. Het is ook niet heel warm. Kom, ga trouwen trekken. Ja, Pippi is de beste. Ja. Woehoe. Ja, jij zit nog op school. Oh. Ja, Daar, klaar. Zou jij een heel groot cadeau willen hebben? Mag je helemaal zelf uitzoeken. Is mama er ook? Ja, mama. Mama is er ook. Ga ik weer slapen? Ja? Goed zo. Hey, zou je een heel groot cadeau willen? Ja. Ja? Maar dan moet je wel je speentje afgeven. Zullen we dat doen? Ja. Ze heeft geen idee meer wat ik zeg. En kijk eens, Pippi is helemaal mooi aangekleed. Wow. En Pippi die pakt die jas en Pip kan er niet bij. Wat? Trekken, Pip, trekken. Goed zo. Oh, en als je zo'n grote meid bent dat je al zelf je kleren kan aantrekken, dan kan je ook wel zonder speentje. Jongens, dit wordt nu toch wel het momentje dat we de speen officieel in de envelop gaan doen. Papa, kijk. Ja, maar ja, die is leuk. Dit is jouw speentje, hè? Maar doen we hierin? Oh, die is van mij? Zo? Ja, proost. Kun jij ze hierin doen? Doe zo. Hier erop bij. Ja, goed zo. Nou, dan maken we deze dicht. Hé, dan moet je hem erin laten nu. Kijk, want deze speen, die hadden we dus weggelegd. En daarvoor deze speen in de plaats gedaan. Maar nu ziet ze in één keer deze speen. Maar dan denken ze, dat is mijn speen. Spenen! Ja, jouw speentje. Zeg maar, doei, doei. Doei. Zeg maar, ik ga een mooi cadeau voor jou kopen. Wil je ook likken? Moet je even likken hier overheen. Nou, jongens. Officieel. Wow, de speen zit hierin. Ja, gaan we? Ben je er klaar voor? Ja! Hier is de speen. Gaan we naar de auto? Speen! Speentje, kom maar. En daar gaan we. Zeg maar, dag mama, ik ga speentje wegbrengen. Hoi, doei schat. Hoi. Grote meid word je al, hè? Hey. Ja, ik word een grote meid. Papa. Ga die inruilen? Ja. Hey, weet je wat je gaat halen ervan? Ja. Nou, wat ga je halen? Ja. Kan ik iets anders zeggen dan ja? Nee. Je neemt nee? Nee. Ga je Lego halen? Nee. My Little Pony? Nee. Nee, dat niet? Nee. Nou, ze moeten er nog even over nadenken, maar we moeten nog rijden, dus je hebt alle tijd om erover na te denken. We gaan. Het wordt best spannend. Pip is iemand die heel, heel expressief is. Ze kan heel vrolijk zijn, maar ze kan ook heel boos zijn. Dat zien jullie dan weer niet zo vaak op de vlog. En ze kan ook heel verdrietig zijn. En vooral als ze heel verdrietig is, op een gegeven moment is het toch fijn om de speen even te geven. Dat ze een beetje troost heeft bij de speen. En dat kan dus zo direct niet meer. Want als nu zo direct de speen weg is, dan is de speen ook gewoon echt, echt weg. Oh jee. Nou, oh, hier. Beweeg je vleugels als het eend. En we springen als een het. Maar sta nog eens stil en wees alert. Goed, ja, Pip. We gaan op avontuur. Doe de rintje dans, we gaan op avontuur. Yes, rijd met beide handen die kans. We gaan op avontuur. Hey, kijk uit. Wat zie ik daar? We gaan op avontuur. Maar pas wel op voor het gevaar. Deze? Oh. Deze? 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 Papa! Deze? Oké, kids. Ik ben Pippi de Pijn. En dit is de stoere bijendans. Opgelet. Opgelet. Klaarstaan. Klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. Wat een rare houding, hè? Hey! Ze ziet echt serieus. Misschien kennen jullie dat nog. Daarboven, even kijken, hier zo hangt een BH. Die hangt hier nu nog steeds. Die hing afgelopen zomer al. Ja. Ja, wat gek, hè? Kijk. Maar ze is nog steeds met die BH bezig daar, zo gedaan. Dat is gek, hè? Waarom hangt er nou weer een BH in een boom? Wauw. Ja, mooi, hè? Vind je die leuk, Pip? Ja?
eens hier. Wow. Wat voor een lege batterij, schat. Kom. Vind je het leuk? Oh, staat je goed? Nee. Nee? Maar natuurlijk, deze is veel mooier. Hiha! Bubba, kijk eens. Kijk. Oh, nog één. Allemaal. Veel te klein voor jou, Pip. Nou, ik wil eigenlijk verder, maar Pip wil niet meer weg hier zo. Vind je het zo leuk hier? Ja. Wil je iets van Playmobil hebben dan? Ja. Eens even kijken wat ze allemaal hebben. Als ik dan bij Playmobil kijk, dan zijn er een paar dingen die Pip leuk vindt. En dat is paden, poesjes. En dan kom ik toch al heel gauw op dit. Wat vind je hiervan? Paard. Wat vind je ervan? Paard. Paard. Kijk eens hier. Wat is dat dan? Kom eens kijken, kom eens kijken. Ja. Nou, mevrouw was niet heel enthousiast op deze. We zitten kijken, misschien hier zo wat. Pip. Pip. Vind je die mooi? Nee. Hè? Huh? Pip, ja. Pip, kijk eens. Wat is dit? Wat vind je hiervan? Vind je die mooi? Dit is waar Pip mee aan het spelen is. Pip. Pip, kijk eens. Pipje, ja. Wat vind je hiervan? Nee. Vind je die mooi? Ja. Ja? Wil je die hebben? Pip, wat ben je aan het doen? Dat is geen lippenstift, schat. Wat is... Kom hier. Kijk hè. Dat is een brandplus ding of zo. Dat is geen lippenstift. Die kan je wegschieten. Oh, die is ook leuk. Moet je de spin erin doen? Zo. Oké, okay, nou, en dan is het wel toepasselijk dat we dan zo'n pop gaan halen met een speentje. Oh, ja hoor, en nou is de baby aan het huilen. Goed gedaan, Pip. Oh, speentje erin. Het is wel heel toepasselijk als we dit zouden kopen. Ja, zo. Hou op. Hou op. Pip, blijf maar huilen. We zitten dieper in de keel stoppen. Ja. Hey, leuke pop, Pip. Kom, we gaan verder. Ja, hou me lekker verder, hoi. Wat vind je hiervan? Vind je die leuk? Deze? Dit is een baby, die doet ook... Nou, deze lacht tenminste, dat is wat vrolijker dan de gauw. En een hondje die er kan bewegen. Ja. Kijk, met pootjes bewegen. Vind je die leuk? Ja. Ah, die is lief. Zullen we die doen? Ja. Nou, kom, neem mee. Kom aan, doe maar duwen. Yes. Nou jongens, hebben we toch iets anders kunnen doen dan die plantenauto. Want ik vond die plantenauto, ik heb het idee dat ze er maar even mee speelt. En dit vind je natuurlijk heel erg leuk. Wat kom je inleveren? Voor nou, mooie dus cadeau. Betalen speen? Met een speentje. Doe maar die speen geven. Dankjewel. Helemaal goed hoor. Wauw, dus dit was de laatste keer dat ze de speen had. Zeg maar, doei. Doei. En dan gaan we Pip met haar nieuwe cadeautje. Wow, Pipje. Nou, ik was net te laat me filmen, maar Pip die rent naar mama toe. Hey. Oh, wat heb jij? Sorry. Wauw. Hey, sorry. Dat is cool. Hey, Sam. Was goed? Ja. Wat ben je aan het doen? Met mensen aan het spelen van Fortnite. Fortnite, tuurlijk jongen. Maar niet in echt, maar wel bouwen. Oké. Okay. Oh, Pipje. Ah. Ah. Waar ben je? Papa, baby. Hier, ja, baby. En kijk eens hier jongens, hier is de baby. Laat eens zien. Oh, wat is die mooi. Is het jouw baby, Pip? Ja. Oh, wat een mooie haarband die helemaal vast zit. En dan moet. Zo, denk ik. Ja. Oh, die is wel een beetje. Die is een beetje moe. Oh. Hop. Pip. Ik wil kijken. Oh.
Wow, Pip. Want de hondje moet ook een botje hebben. Kijk, die moet je in de bek stoppen. Ja, pas op voor de tanden. En Pip heeft helemaal moedergevoelens. Babytje even. Ondertussen zit Sam daar lekker voor het uitspelen. Nee, dat kan toch niet? Ja, voor de hond. Heel goed. Nee, ik heb een baby. Is ook voor de baby. Heb je wel eens een baby een botje zien eten? Jongens, kom je zo eten? Oh, Pip, eten. Kom, eten. Nee. Nee, die wil liever natuurlijk nog doorspelen. Oh, gaat ze slapen? Ja. Oh, wel te rusten, babytje. Kom dan. Wil je even een kusje geven? Zeg maar, ik ga naar bed zonder speen. Doei, Pip. Knap hoor. Zeg maar, ook? Wil ze een kusje en knuffel? Ja. Nee, niet. Wat te leuk. En dan gaat Pipje voor het eerst. Zonder de S-P-E-E-N. Mevrouw. Sam in bed. Oh, mevrouw, verkeerde kant. Die kant. Ga erin. Ga Pip de bakker. Hoi. Nee. Oh. Pip gaat nog even een verhaaltje voorlezen. Geef een verhaaltje lezen voor de baby. Ja? En voor het hondje natuurlijk. Ah, die is hartstikke lief, Pip. Nou, Pip is in ieder geval helemaal blij met haar knuffeltje. Wat denk je? Pip is haar. Denk je dat ze gaat huilen omdat ze de speen niet heeft? Ja. Oké, we zullen zien. Zou je dat? Oh, ik heb hem wel lief. Oh. Wauw, Pipje. Ja. Wat denk jij? Gaat Pip huilen? Staat voor ons. Je hoeft de naam niet te zeggen, want anders dan denk je, oh ja. Ik weet het. Echt. Jij weet het echt niet? Sam denkt van wel. Ik denk van nee. Ja, ik denk ook eigenlijk van niet. Ik denk dat het toch wel meevalt. Want op zich heeft ze nu nog niet om gevraagd. Ah, oh, die is leuk hè? Papa. En Pippi ligt in haar bed en ze heeft nog geen enkele keer gevraagd om haar S-P-E-E-N. Oh. Papa. Ja, oh. En nu dus wel. Die zit er niet meer aan. Daarom heb je nou die knuffeltjes hè? Maar ik kan wel zo sabbelen zo. Dat kan wel. Jongens, zeg maar, dag iedereen. En als mensen nog niet geabonneerd zijn, moeten mensen zeker abonneren, toch? Toch? En op het belletje drukken om geen video te missen. En natuurlijk een reactie plaatsen hoe jullie deze vlog vonden, of niet? Zeg je ja? Ja. Zij toch? Ja. Hey, zeg maar, doei. Doei. Doei.